Terug naar Zutphen, waar de verdachten terecht staan die Joël hebben doodgestoken. Na een uren durende zitting is van Melanie het moment gekomen om te spreken. Gaat uw gang, hoor. Daar was hij dan. De laatste dag van het jaar. Ik voelde me relaxed. We zouden niets bijzonders gaan doen. Deze avond, gewoon een rustig avondje thuis. Lekkere dingen eten die ik die middag zou gaan maken. En gewoon een beetje tv kijken. Joël zou naar een hotel gaan. Een soort casino, geloof ik. En daarna naar vrienden, oud en nieuw vieren. Lama zou het ook met vrienden vieren. Ik keek op Facebook en zag dat Joël een mooi bericht had gepost. Gelukkig, dacht ik. Want de laatste tijd had hij het best moeilijk eigenlijk. Blij en ontroerd door zijn bericht, ging ik bezig met hapjes maken. De radio lekker hard op de foute 500 van Q-Music. Met mijn beide zoons ging het goed. Dat is ook wel eens anders geweest. Dus ik voelde me op dat moment een gelukkige moeder. Niet wetende dat ik een paar uur later in de kelder van een ziekenhuis zou staan. Daar lag mijn leven. Ik wou dichter bij hem komen. Hem aanraken. Maar dat mocht niet. Er ging een agent voor me staan en ik zei... Ja, dat is mijn zoon, Joël Alvarez. Ik wou niet weg, maar dat moest. Vanaf dat moment was mijn leven kapot. In een paar uur tijd van een piek van geluk naar het diepste dal dat je je maar kan bedenken. Hoe vind ik nu de juiste woorden om jullie uit te leggen wat dat met een mens doet? Mij heeft het in ieder geval geen leuke mens gemaakt. Mijn emoties, mijn karakter, mijn persoonlijkheid, alles aan mij is veranderd. En ik kan me sindsdien nog maar met één ding bezighouden. Wie is hier verantwoordelijk voor? Wie had het lef om mijn zoon van mij af te pakken? Wie heeft hier mijn wereld vernield? Wie heeft een complete familie totaal verscheurd? En wie heeft de enige broer afgepakt van mijn jongste zoon Lamar? We brachten Joël naar de begraafplaats. Maar door de drukte kon ik niet eens bij zijn kist staan. Ondanks de honderden mensen die er waren, heb ik me nog nooit in mijn leven zo eenzaam gevoeld. Als op de dag dat ik mijn zoon moest begraven. Door jullie is Joël maar 23 jaar geworden. Door jullie is mijn leven verwoest. En dat van mijn zoon Lamar. En van iedereen die van Joël houdt. En dat zijn er heel veel. Door jullie had ik bijna nog een zoon moeten begraven. Door jullie heb ik geen werk meer. Door jullie zit ik nu in een hele zware therapie. Door jullie zie ik geen toekomst meer. Door jullie ben ik iemand geworden die ik helemaal niet wil zijn. Ik haat jullie zo intens, dat is met geen woorden te beschrijven. Lieve Joël. Het besef dat je er niet meer bent, is er nog steeds niet. Maar het meest wil ik je zeggen hoe trots ik op je ben. Op de persoon die je altijd geweest bent. Hoeveel ik van je hou. En hoe ontzettend veel ik je mis. Goed. Dan sluit ik het onderzoek. De rechtbank gaat erover nadenken. We doen over 2 weken uitspraak. Nou, het was een lange dag. Dank voor de concentratie. En iedereen wel thuis.